Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Vandaag wil ik het belangrijkste onderdeel van beleggen in detail bespreken, namelijk je mindset. Je hoort er al vaak over en in mijn optiek speelt het ook een cruciale rol in succes met beleggen op de lange termijn. In deze video duik ik er wat dieper op in, dus laten we maar gewoon snel beginnen. Mindset en beleggen, het hoort wel een beetje bij elkaar. Alleen zie je op social media vaak van die cringy posts over mindset om bijvoorbeeld succesvol te worden. 5 uur opstaan om zo meer tijd te hebben in een dag dan een andere. Terwijl ik juist denk, weet je wat, ik blijf nog een paar uurtjes liggen zodat ik productiever kan zijn. Ik kan de wekker inderdaad zetten om 5 uur, maar dan ben ik allesbehalve scherp. En 5 of 6 uurtjes slapen per nacht is natuurlijk ook geen optie, want dat is echt niet vol te houden op de lange termijn. En dat is natuurlijk cruciaal met beleggen en investeren. Je moet verder kijken dan 3 of 5 jaar. Want door een jaar lang op te staan om 5 uur ga je echt niet vermogend worden. Maar waar heb je dan wel wat aan voor de lange termijn als je kijkt naar je mindset? Voordat ik dat ga bespreken, mocht je op zoek zijn naar een platform om te beleggen, zelf gebruik ik zoals de meeste Nederlanders de Giro voor aandelen en ETF's. Mocht je een account willen aanmaken, kijk dan eventjes in de beschrijving, want daar heb ik namelijk een linkje achtergelaten. En als je besluit te registreren via de link, help je ook nog eens het kanaal en dat zal ik altijd waarderen. En het eerste punt is emotie uitschakelen. En dat is ook het geval als iets heel hard omhoog gaat. En daar gaat het dus heel vaak mis. Als aandelen of crypto erg sterk rendement laat zien, is in één keer iedereen ermee bezig. Bij de kapper of op je werk tijdens de lunchpauze, iedereen heeft het erover. Je bent dan bang om de boot te missen, dus zoveel mogelijk investeren en het liefst heel veel risico, want dan is de kans op hoog rendement toch ook het hoogst, denk je dan. Je kijkt veel video's, je leest veel artikelen en je bent heel veel bezig met onderzoek doen naar aandelen of crypto. Je hebt namelijk al heel snel het gevoel dat het niet meer mis kan gaan, dus je mag geen kans laten liggen. En dan gaat het plots omlaag. Bijvoorbeeld aandelen, die hebben best wel slechte perioden meegemaakt. Van halverwege februari tot mei zijn heel veel aandelen omlaag gegaan. En op dit moment zijn wat aandelen wel weer wat aan het herstellen, maar staan nog lang niet op het hoogtepunt zo'n beetje halverwege februari. En plots is het gespreksonderwerp op je werk in één keer veranderd. Zelf doe je ook weinig onderzoek meer, artikelen lezen of video's kijken, dat heeft ook geen prioriteit meer. En langzaam maar zeker stop je met beleggen in bijvoorbeeld aandelen. Dus die pieken en dalen moet je elimineren. De mindset die je moet ontwikkelen is om echt vooruit te kijken. En tijdelijke dalingen of stijgingen, ja, die moeten eigenlijk niks uitmaken. Want veel aandelen zijn flink gezakt en heel veel beleggers hebben dus ook opgegeven in de laatste paar maanden. Maar er komt natuurlijk vanzelf weer een moment dat het gespreksonderwerp op de werkvloer of bij de sportclub weer aandelen is. En dan toch maar weer een poging wagen ondanks veel hogere aandelenprijzen dan 6 maanden geleden. Dus in tijden dat alles omhoog gaat, is controle over de emotie ook erg belangrijk. En dat wordt dus vaak onderschat. En het volgende punt is ook een belangrijke, waar heel veel beleggers toch moeite mee hebben. En het eerste punt over emotie speelt daar ook een belangrijke rol in. Investeer alleen met geld wat je kan missen. Dan hoeft het niet te betekenen dat er een hele grote kans is dat je investering naar nul gaat, maar rustig slapen is ook heel veel waard. Midden in de nacht wakker worden en toch maar eventjes de bitcoinprijs checken is alles behalve gezond. En als je te veel geld gaat beleggen, dus geld wat je eigenlijk niet kan missen, dan komt er automatisch meer risico bij kijken, waardoor de emotie sneller de overhand kan nemen. Niet alleen maar kijken naar wat je mogelijk kan verdienen aan een investering, want dat denk je al snel bij jezelf. Zoveel mogelijk investeren, want achteraf wil ik niet denken, had ik maar meer geïnvesteerd. En daar ontstaat dus direct een probleem. Je gaat je eigen overtuiging voeden met mogelijke positieve resultaten en scenario's die slecht voor je uitpakken, ja, daar denk je liever niet aan. Het is heel belangrijk om neutraal te blijven kijken naar je investeringen. En het volgende punt, denk niet alleen aan je toekomst. Dat kan misschien wat vreemd klinken, want beleggen doe je toch voor je financiële toekomst. Zodat je er zelf beter voor komt te staan of misschien voor je kinderen. Waarom dan niet alleen maar kijken naar de komende 10 of 25 jaar? Niet iedereen wordt 85, was het maar zo'n feest. Dus het is ook belangrijk dat je nu besluit te genieten. Dat kost misschien wat, maar het werkt ook positief voor je overtuiging met investeren. Je moet namelijk om de zoveel tijd weten waar je het allemaal voor doet.
Wil je een keer op safari omdat het echt je droom is? Of je hebt al jarenlang dat plan om naar Azië te gaan, maar ja, het kost toch wat meer dan een vakantie in bijvoorbeeld Spanje of Portugal? Doe dat dan gewoon. Want na zo'n ervaring zal het je altijd bijblijven. En het moment dat jij terug bent van zo'n safari bijvoorbeeld, zie je direct wat het oplevert als je serieus met je eigen financiën bezig bent. Maar ik raad je wel aan om te gaan voor ervaringen die je bijblijven. Materialisme brengt kortstondig geluk. Want niemand zal op zijn sterfbed zeggen, had ik maar meer spullen gekocht. Dus ook weer niet overdrijven dat er niks meer overblijft om te beleggen. Maar creëer wel een potje om nu te genieten. Want de mindset die je moet hebben is om te beleggen voor de lange termijn. Maar tussendoor genieten maakt de weg een stuk makkelijker. Want je hebt er niks aan als je beleggen 2 of 3 jaar weet vol te houden omdat je te streng bent voor jezelf. Dan liever om de zoveel tijd genieten wat inderdaad geld kost, maar je houdt het wel 25 jaar langer vol. Dat levert dus veel meer op de lange termijn. Je kan dus nu genieten en dat ook weer zien als een investering in jezelf. Want een balans is alles bepalend. Alleen maar kijken naar de komende 25 jaar is gevaarlijk. Je leeft ook nu. En voordat we doorgaan met de video, vergeet zeker niet te abonneren als je meer van dit soort video's wilt zien, dat zou ik altijd op prijs stellen. En een mindset hebben en behouden is best wel lastig, dus een financieel plan daarbij opstellen is cruciaal. Volg dat plan en de rest gaat waarschijnlijk vanzelf. En heel veel beleggers hebben dus niet een duidelijk plan. De ene maand blijft er toevallig €250 over en de andere maand €40. Heel veel mensen hebben houvast nodig, daarvoor zorgen is gewoon belangrijk. Ik heb zelf natuurlijk een openbaar portfolio bij de Giro waar iedereen kan meekijken. €3000 per maand, waarvan €1750 in ETF's en €1250 in losse aandelen. Daar blijf ik aan vasthouden, dus of de aandelenmarkt naar onderuit gaat of keihard stijgt, voor mij verandert er niks. En als je eenmaal een plan hebt opgesteld, dan komt daarna het moeilijkste, je eraan houden. Dus je moet niet op een houtje bijten om elke maand €500 te gaan beleggen. Beleg dan €350 of €400. Want mindset hebben, maar vooral behouden, is namelijk het belangrijkste. Want je kan wel heel serieus beginnen en na een jaartje opgeven. Je kan natuurlijk ook ervoor zorgen dat je iets minder streng bent voor jezelf en dat je het veel langer volhoudt. Dus mindset is in mijn optiek gewoon het belangrijkste onderdeel in beleggen. Natuurlijk is onderzoek doen heel erg belangrijk, heel veel informatie tot je krijgen, boeken lezen, noem het maar op. Maar zonder de juiste mindset zal je niet slagen. En toch is het een ondergesneeuwd onderdeel van het beleggen. En het heeft misschien ook wel een beetje te maken met die cringy post dat vroeg opstaan je een voorsprong geeft en nog meer van dat soort ongein. Maar natuurlijk is het wel zo dat sporten bijvoorbeeld ook iets belangrijks is. Dat heeft niets echt te maken met beleggen, maar mentaal en fysiek zal je er natuurlijk op vooruit gaan en dat heeft gewoon effect op je hele leven. Want zit je van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds de day traden, dat is natuurlijk niet gezond. Ik geloof dus ook in het totaalplaatje. Want beleggen hoeft natuurlijk niet moeilijk te zijn, maar zonder de juiste mindset kan je je wel verliezen in dit wereldje. Enorme risico's nemen met geld wat je eigenlijk niet missen kan, je komt financieel in de problemen en een depressie is het gevolg. Want er komen altijd risico's bij het beleggen. Er zijn heel veel mensen die financieel ten onder zijn gegaan door te investeren en door te beleggen. En toen ik begon met beleggen had ik vooral heel veel pieken en dalen, wat ik eerder aangaf in deze video. In goede periodes was ik uren bezig met aandelen uitpluizen, boeken lezen, noem het maar op. Het moment dat aandelen een slechte periode meemaakten, dus dat het flink omlaag ging, besloot ik eventjes afstand te nemen, waardoor ik heel veel rendement ben misgelopen, omdat ik pas weer interesse had als alles weer heel hoog stond. Alleen ik leerde dat af en dat heeft me ook heel veel opgeleverd. Want voor mijn gevoel heb ik nu de juiste mindset. Emotie speelt helemaal geen rol meer in het beleggen. Of het nou omhoog gaat of omlaag, het heeft totaal geen impact op mijn emotie. Maar het heeft wel heel wat jaren geduurd. Ik moet mezelf wel wat meer forceren om nu te genieten en niet alleen maar te kijken naar de toekomst. Dat is dus voor mezelf echt nog een puntje waar ik in kan verbeteren. Maar dat is natuurlijk altijd zo, niemand is perfect, er is altijd ruimte om jezelf te verbeteren. Het beleggingsplan is duidelijk en ik volg het al een behoorlijke tijd en ik zal het de komende jaren ook blijven volgen. Misschien dat het bedrag wat verandert, maar het principe van het beleggingsplan blijft hetzelfde. Dus neem beleggen serieus. En dan heb ik het niet alleen maar over de jaarcijfers of mogelijke prognoses. Kijk ook naar jezelf. Zorg ervoor dat je perfect gepositioneerd bent voor de lange termijn, dus ook mentaal. Voor nu komen we aan het einde van deze video. Mocht je meer van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.